Hoi, ik ben Jurgen en vandaag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Beste Telefooncamera. Dit keer kijken we naar de Samsung Galaxy A52s en de OnePlus Nord 2. Normaal doe ik dat natuurlijk altijd samen met Ras, maar die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Gelukkig hebben we nu een cameravlogger Martijn, maar die had ook helaas geen tijd. Dus ben ik er vandaag met Dylan. Laten we dan eerst even kijken naar welke camera's er allemaal op deze toestellen zitten. Op de Samsung Galaxy A52s zit een 64 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel ultrawide en een macro lens. En aan de voorkant nog een 32 megapixel selfiecamera. Op de OnePlus Nord 2 zit een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel ultrawide, een macro lens en ook een 32 megapixel selfiecamera. We hebben vandaag een hele hoop foto's gemaakt en best wel mooie resultaten gehad, als ik het zelf zeg. Ondertussen zitten we hier lekker warm binnen, ja, gelukkig. Want het was best wel fris buiten. Ik voel echt net sinds 5 minuten mijn vingers passen, eerst zo koud was het buiten. We hebben natuurlijk alle camera's vandaag gebruikt. De hoofdcamera, de ultrawide, de portretmodus zelfs even getest. Even een selfie gemaakt inderdaad en ook nog eventjes ingezoomd en ook nog gefilmd, maar daar komen we straks bij. En als we dan even kijken naar al die foto's, dan valt er eigenlijk één ding meteen op en dat is toch wel het kleurverschil. Ja zeker. Ja, als je, ten eerste wil ik wel even zeggen dat de kwaliteit van de camera's eigenlijk best wel dicht bij elkaar ligt. Ja. Maar als je echt moet gaan zoeken naar verschillen, dan merk je dat de Samsung gewoon net iets voller, moet ik het noemen, gesatureerder is. Ja. De kleuren zijn wat helderder en voor mijn gevoel is dat alsof je moet kiezen voor een telefoon waarbij de kleuren goed genoeg zijn om gelijk op Instagram te posten. En misschien een camera waar je misschien meer natuurgetrouwe kleuren hebt, zodat je eventueel zelf nog kan kiezen straks van. Ja, bij de OnePlus kan je nog alle kanten op. Of misschien, het is ook een beetje smaak. Sommige mensen houden heel erg van die gesatureerde look. Is ook vaak het meest populairst. Je ziet ook vaak als je een blinde test hebt, mensen vaak gaan voor de meeste saturatie. Ja. Maar er zijn ook juist mensen die denken, nou, ik hoef dat allemaal niet. Ik wil gewoon lekker neutraal beeld. En dan ben je juist weer bij die OnePlus heel erg goed uit. Die eigenlijk foto's maakt. Zoals het echt was. Ja, heel erg dicht bij de werkelijke situatie. Als we dan eventjes dieper gaan kijken naar alle camera's, dan komen we als eerst natuurlijk bij de hoofdcamera, de belangrijkste. En ja, je zei het eigenlijk al, daar zit het heel erg dicht bij elkaar. Ja. Eigenlijk het grootste verschil hebben we al benoemd. En voor de rest qua kwaliteit, ja, is het toch wel verwaarloosbaar eigenlijk. Het lijkt echt wel veel op elkaar. Ja, het enige wat ik wel zag op het moment dat we de foto's op de computer vergeleken, is dat de megapixel van de Nord net iets lager zijn, toch? Ja, die zijn iets lager. Dat zegt natuurlijk niet meteen wat, want dit is ook 50 megapixel. Dus het is niet weinig. Nee. Maar de Samsung heeft net iets meer dan de OnePlus. Ja, dat zie je wel terug als je echt gaat inzoomen. Maar laten we eerlijk zijn, de meeste mensen kijken waarschijnlijk op Instagram. Dan ga je dat echt niet zien. Nee. Wat we ook hadden natuurlijk was, toen ik eventjes dacht wat creatiever aan de slag te gaan, bij de Erasmusrug een reflectieshot te maken, zag jij ook een heel duidelijk verschil. Ja, inderdaad, want aan de ene kant heb je natuurlijk die kleurverwerking, dat is natuurlijk een beetje dat kant-en-klare, maar datzelfde straatje merk je dat de foto's die met de Samsung gemaakt worden, dat ze die echt over de gehele linie scherp proberen te houden. Dus ze willen juist, oké, als je een foto maakt, wil je alles zien. Je wil niet creatief met scherpte, nee, je wil gewoon alles in je focus hebben, zodat je iedereen, weet je, ongeacht of je verf dichtbij van elkaar staat, nog steeds goed kan zien. En dat zag je in deze foto heel erg terug, want de voorgrond was duidelijk minder scherp, scherper bij de Samsung en minder scherp bij de OnePlus. Ja, bij de OnePlus zag je inderdaad dat die had gekozen puur op de Erasmusrug te focussen. En de Samsung, misschien was die een beetje in de val gesprongen, want hij focust op allebei. Ja, hij wil ook de voorgrond scherp hebben. Ja. Van, dit is ook een onderwerp, maar ja, dat is natuurlijk een beetje dat nadeel van dat kant-en-klare krijgen. Ja, en waarschijnlijk kan je dat natuurlijk wel voorkomen door als je zelf op het scherm gaat drukken van ik wil echt daar focussen, zodat hij weet, oh ja, dat wil je in beeld hebben. Maar we hebben dit keer gewoon alleen maar recht uit de camera plaatjes geschoten. Ja. Laten we dan verder gaan naar de ultrawide. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook een aantal foto's mee gemaakt. Niet heel veel verschil eigenlijk tussen te zien weer. Nee. Het enige,
en op zich wel lekker, was het Samsung iets bredere hoek leek te hebben. Ja, iets. Ja, het schijnt, ik weet niet of het optisch bedrog is of dat het daadwerkelijk zo is, want de graden kon ik zelf nergens terugvinden. Maar de Samsung telefoon lijkt wat breder lijkt te zijn. Hij lijkt iets breder te zijn, inderdaad. En dat is natuurlijk wel lekker bij UltraWide, maar eigenlijk allebei doen ze het gewoon heel erg goed. Toffe resultaten. Nou hebben ze ook allebei een macro lens. Die hebben we niet echt getest, omdat ten eerste zijn het maar een paar megapixels, dus de resultaten zijn vaak niet al te geweldig. En je moet dan ook wel echt iets hebben wat interessant is om van dichtbij te zien. En om nou de stof van onze mooie Coolblue kleding te zien. Voor ons heel interessant. Heel interessant, maar ik weet niet of dat de best tofste foto's is. Dus zijn we doorgegaan naar portretfoto's van Dylan. Ja. Ik weet ook niet of dat het interessantste is om te zien. Maar we hebben ze gemaakt. En het risico van portretfoto's met telefoons is natuurlijk dat eigenlijk alle bokeh, de scherpte diepte, kunstmatig gedaan wordt. Dat is puur met de telefoon. Je kan het vaak ook nog na de hand aanpassen. Ja, hoe dus erg dat je het wil je het meer of minder. Maar we hebben even foto's gemaakt voor jou. Ja. Ja, wat viel jou meteen eigenlijk op? Ja, kijk, wat je zelf zegt, het is softwarematig. En dat betekent dus dat de telefoon slim genoeg moet zijn om te weten wat scherp en wat niet scherp moet zijn. En ik denk dat bij deze stand het niet zozeer in de kwaliteit van de foto's lag, maar echt in de kwaliteit van de herkenning van de onderwerpen. Want bij de Samsung zag je bijvoorbeeld dat hij niet heel duidelijk doorhad wat nou precies het onderwerp was. Dat zag je vooral aan de zijkant van mij, als ik me niet vergis, dat een stukje van de muur ook nog scherp was, terwijl het eigenlijk al een stuk verder weg was van mij. En de OnePlus Nord deed dat wel echt een stukje beter. Ja, die deed dat beter. Ja. Dat was eigenlijk gewoon, jij was echt duidelijk als onderwerp uitgesingeld. En bij Samsung, we weten ook niet, kan natuurlijk ook puur aan deze situatie hebben gelegen. Alhoewel, er was duidelijke contrast tussen jou en je omgeving. En de rest, maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat is een beetje het risico bij deze mode, dat je soms is het heel goed en soms net niet helemaal. Ja. Daarna zijn we nog eventjes lekker verder gegaan en we moesten even een selfie maken bij de leuke kerstverlichting hier in Rotterdam. En wat toen eigenlijk mij meteen opviel, zodra ik met de Samsung de selfie wilde gaan maken, dat die automatisch opeens breder werd. En dat is natuurlijk opvallend, want er zit maar één selfie-camera op. Inderdaad. Dus dat betekent eigenlijk dat ze standaard een soort van crop doen op de lens. Waarom? Weet ik niet helemaal. Het is in ieder geval fijn dat hij automatisch herkent en zichzelf aanpast. Van hey, er staat nog iemand bij. Waarschijnlijk wil je die ook op de foto. En je kan natuurlijk zelf wel kiezen als je denkt, nee, ik wil helemaal niet die gast die achter me staat ook op de foto. Dan kan je nog teruggaan naar de normale lens. Maar het is fijn dat hij wat breder hoek geeft, want het maakt het wel makkelijker om met z'n tweeën op de foto te gaan. Met de OnePlus, qua kwaliteit denk ik heel erg vergelijkbaar. Alleen, ja, je hebt maar één keuze, je kan niet zelf kiezen. Het is ook grappig, want wij stonden daar en we gingen even zelf maken met allebei de telefoons. En op het moment dat het beeld automatisch breder ging, gaan we allebei wel weer zoiets van, het is natuurlijk heel lekker. Het is gewoon zo'n slimmigheidje, het is gewoon leuk, weet je, en het is ook gewoon handig. Ja, zeker. En wat jou nog opviel was volgens mij dat de OnePlus. Ja, dat is waar, ja, want we maakten die selfie en het ging natuurlijk een stukje breder, maar toen we later op mijn computer die foto's bekeken, had ik wel het idee dat de kleuren van de huidtinten dan weer bij de Samsung iets minder waren dan de OnePlus Nord. En dat is lastig uit te leggen, maar bij Samsung leken we iets bleker. Toen heb jij nog even in de slee gezeten, dus hebben we ook nog eventjes kort kunnen zoomen. En zoals ik al zei, er zit niet een vaste telelens op, dus je verliest wel iets qua kwaliteit. Ja, het is allebei digitale zoom. Digitale hè? Zoom, maar van 1 naar 2 keer valt wel mee. Plus het zijn natuurlijk sowieso sensoren met veel megapixels, dus die kunnen wel een beetje iets hebben. Maar wat eigenlijk het meest opviel was niet de kwaliteit van een zoomfoto, maar puur hoe ze die situatie hebben gehandeld. Want het was onder een overkapping, het was een soort van slechter belicht plekje. En bij de Samsung ziet het er hartstikke goed uit, heel erg goed met de nabewerking. Gelijk deelbaar. Ja, precies. Helemaal hartstikke goed verlicht. En bij de Noord weer waarheidsgetrouwder, maar in dit geval een beetje te donker eigenlijk. Ja, ik viel eigenlijk een beetje weg. Ja, je bent een beetje in je schaduw. Merkt, en dat ligt in de lijn der verwachting als we het hebben over die nabewerking van Samsung met kleuren, met die eigenlijk alles waardoor je het gelijk kan delen. Deze foto werd gewoon op alle fronten rechtgetrokken, zodat alles in beeld was. Weet je, ik was in beeld, de lampjes waren in beeld, het was niet te licht op de voorgrond en te donker op de achtergrond. Het was gewoon een plaatje. En wederom, het is misschien niet de foto die je meteen zou delen, maar de Noord was wel dichter bij de werkelijkheid. Ja. Zo was het wel daar. Ja, dat is zeker waar. Al in al, ik denk dat je met deze camera's eigenlijk niet echt mis kan gaan qua foto's. Ze doen het allebei best wel goed. Zeker. Maar we hebben natuurlijk ook nog eventjes gefilmd om te kijken hoe dat bevalt. Eigenlijk weer redelijk dicht bij elkaar, maar wat wel opviel en wat wel grappig is dat ze beide op een moment
last hadden van flikkeren tijdens het filmen. En het is schijnend dat ze het allebei hadden, maar ook in totaal verschillende situaties. Dingen. We hebben in de Koopgoot gefilmd en daarna bij de Erasmusbrug. En bij de Koopgoot zagen we bij de OnePlus dat de lampjes een beetje aan het flikkeren waren. Dat is op zich niet eens heel geks. Dat is eigenlijk wel heel voorkomend bij telefoons, want het heeft gewoon met de frequentie van het licht te maken en de framerate van waar je op kan filmen. En op telefoons heb je vaak niet zo heel veel keuze. Vaak zit je 30, tegenwoordig ook wel 60. En eventueel als je gaat slow-mo heb je nog wel meer, maar dat doe je niet in een normale video. En bij de Erasmusbrug was het juist weer bij de Samsung, bij de gebouwen, dat waren een beetje gekke dingen. En het is niet heel erg, maar het lijkt wel een beetje af in je shots. En dat is natuurlijk niet ideaal. Als je dan een tof filmpje hebt gemaakt, dat iedereen alleen maar kijkt, hey, wat beweegt daar? Ja, we zijn ook wel op zo'n punt aangekomen dat je in de technologie ziet dat het best wel te doen is om het softwarematig op te lossen. Door een camera te hebben van, hey, er flikkert iets in beeld, wacht, ik pas dat voor je aan. Ja. Maar dat zal het allebei, en zoals je zelf al zegt, ja, het komt veel vaker voor. Dus, Soms heb je het wel en soms passen ze het wel goed aan en dan heb je er geen last van. Wat me wel opviel is dat, we hebben het eigenlijk in de hele video al gehad over de kleuren van de Samsung. En als we dan naar video kijken, dan vond ik weer dat de, niet zozeer de kleuren, maar het dynamische bereik van de OnePlus Nord gewoon net iets beter was. En met dynamisch bereik bedoel ik eigenlijk de hoeveelheid dingen die je kan zien in een foto, in een video. In een video inderdaad. Gewoon het hele mooie, het plaatje was net iets mooier en beter belicht over alles wat je kon zien. Er zat meer informatie in de video. Ja, zo leek het in ieder geval wel. In de beelden die wij hebben gemaakt. Nou, we hebben ze hier ook nog even bij ons. Want jullie kunnen natuurlijk het beste oordelen hoe dit er allemaal uitziet. En vooral ook hoe het geluid klinkt. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat hebben we buiten nog niet echt getest. Van hoe klinkt zo'n telefoon nou eigenlijk? Terwijl Dylan voor het eerst in zijn leven met een telefoon probeert te filmen. Ik wil even 800 verschillende hoeken vinden om te laten zien hoe deze camera werkt. Want het is echt super onnatuurlijk om op deze manier... En het is lastig, want je kan nu niet, wij kunnen nog niks zien. Maar jullie kunnen in ieder geval nu horen hoe het klinkt om op een telefoon te filmen. En ik gok, ik heb natuurlijk nog niet terug kunnen luisteren, dat het best wel goed is. Want ik heb laatst ook met een telefoon gefilmd. En ja, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel van een van de belangrijkste functies van de telefoon. Ja. Toch wel om goed verstaanbaar te zijn. Dus vaak kunnen ze dat ook wel. Redelijk goed. We zijn ook heel erg benieuwd wat jullie er zelf van vinden. Hoe vinden jullie het klinken? Laat het vooral even weten in de reacties. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar niet echt een betere camera hebben hier. Nee, maar dat is natuurlijk niet zo heel gek. Het zou eerder verbazend zijn als er wel echt een heel groot verschil was natuurlijk. Dat er eentje echt heel slecht was. Het is natuurlijk, dit zijn de twee toppers uit het middenklasse segment. Sterker nog, ze zitten op dit moment bijna op de exactzelfde prijs in dat segment. Dus dan mag je natuurlijk ook wel de concurrentie voelen. Want eigenlijk wordt er daar natuurlijk heel zwaar geconcurreerd op dit moment. Maar voor jullie natuurlijk fijn dat je gewoon eigenlijk zelf kan kiezen. Wat is jouw smaak? Welke vind jij het mooiste? Je hebt heel veel voorbeelden kunnen zien in deze video. Welke jij misschien fijner vindt of beter bij jou? Het komt aan op persoonlijke voorkeur, denk ik. Zeker, zeker. En misschien een beetje luiheid, want Samsung is gewoon dat vind jij gelijk deelbaar. Ja. Maar als je heel veel met foto's bezig bent of gewoon die neutrale look mooi vindt dan. Heb je van OnePlus ook een hele goeie. Heel erg bedankt voor het kijken. Mocht er nou telefoons zijn die je graag wilt terugzien in een volgende aflevering. Laat het dan eventjes weten in de reacties hier beneden. En dan zie ik jullie hopelijk weer de volgende keer. Doei!